Onze gast die we vandaag leren kennen is een nieuwbakken parlementariër. Het parlement heeft een schoonheid bij. En dat is mijn mening. Ik heb het gezien. Dus ik kan ervan meepraten. Zeefder, werk, vaarwel gezegd. Gewoon om de belangen van een deel van de gemeenschap te behartigen in het parlement. Ik heb het over Krishna Hussein Ali Matura. Mooie vrouw. Brownie staat weer in de keuken. Zoals altijd. Wat maak je klaar voor deze mooie vrouw? Ik maak een beetje vegetarisch eten. Ja. Maar alleen heb ik deze keer vis. En mijn vis is gesponsord door Shafiq. Viswinkel aan de Anton Drachtenweg. Neem dat geen poem. Die de manier dat ik naar mijn vrouw Matura. Ik had al betaald hoor. Ja, je maakt ook van nee, Earl. Als het om mevrouw Matura gaat, neem je geld terug. Hier je kandra. Ja man. Shafiq, viswinkel aan de Anton Drachtenweg. Toei blok op Dogelaboy. Twee mooie Dogelaboys. Brownie, mama Lucy Jasso. Je zet kont op. Ja man. En dan ga ik naar mevrouw Matura. Mevrouw Matura, hallo. En je merkt dat mijn kleding is weer gesponsord door Dresscode. Voor de beste moeders nog steeds Dresscode. Je ziet dat ik naar vakantiestemming. We zijn nog in die sfeer. Ga je dat? Straks. Na de break. Getter makes better. Welkom kijkers, welkom nogmaals mevrouw Krishna Matura, Hussein Ali Matura. Ja, klopt, helemaal. Ik wil even wat vragen hoor. Mijn hoop dat je raak. Heb je meneer Santoki gezegd dat je naar hier komt? Nee hoor, hij kan me terugroepen. Je hebt hem niet gezegd, hè? Nee hoor. Waarom heb je hem niet gezegd? Je moest hem zeggen dat je naar Tapa Bankstel gaat, toch? Kijk, soms moet je een beetje rebelleren, toch? Ja, goed zo, goed zo, goed zo. Jaja Uma. Je moet een beetje rebelleren. Ja, dat is helemaal. Ik wil even weten, wat die naam betekenis. Heeft die naam van u een betekenis? Krishna? Ja, ik heet eigenlijk Krishna Kumari. Maar we kort iedereen roept met Krishna. Waarom? Nou, dat is de naam. Het is een, Krishna is een reïncarnatie van God, hè? God Vishnu. En ja, dat is de betekenis. Maar voel je je ook zo? Ja, ik voel inderdaad dat ik een kind van God ben. Maar geen God? Nee. Maar wordt u ook zo behandeld? Van als... Als een God, als een Krishna. Als een kind. Oh, als een kind van God. Kind van God. Oké. Okay. Ja. Uw ouders. Zijn ze er nog? Ja, mijn vader is er nog. Mijn moeder is in maart overleden. Een week nadat ik in de politiek ben gestapt. Serieus? Ja. Mijn vader nog gecondoleerd. Dank je. Mijn vader is Deoraj Matura en mijn moeder was Jegrani Juliet Gayadin. Mm-hmm. Ja. Hoe oud was ze? Mijn moeder 75. 75? Ja. Maar ze heeft genoten? Ja, ze heeft genoten. Ze heeft... vorig jaar waren ze 60 jaar getrouwd. Wauw. En toen hadden we een feest. En december was ze ook, was ze 75. Mm-hmm. Hadden we weer een feest voor haar. Dus heeft, Was ze ziek? Ja, ze was ziek eigenlijk, maar niet dat we verwacht hadden dat ze zou overlijden. En ze is plotseling opgestaan en ze heeft een beroerte gehad kennelijk. En de volgende dag, of de dag daarna was ze weg. Ja. Maar dat gaat je sterker maken in het parlement. Hoe oud bent u? 52. Ik ben 63 geboren.
Maar je hebt toch geen moeite dat ik je naar je leeftijd vraag? Want normaal zeggen ze, ik wil dat ding even gaan onderzoeken. Want normaal zeggen ze, een man mag niet vragen hoe oud een vrouw is. Waarom niet dat? Ik weet het niet, boy. Ik heb iets te verbergen. Goed zo. Ik heb niks te maar verbergen. Maar voel je 52? Nee, niet hè. Hoe oud? Jong. Ja. Jong? Naar mijn gevoel gaat de tijd te snel. Welke school heb je allemaal gezien? We zijn opgegroeid aan de Esperanceweg. Waar Sunny Point is nu, tegenover Sunny Point. Mm-hmm. Het was vroeger Santo Boma, Santo Polder. Ik ben daar op school geweest, de GLO, de lagere school heb ik daar doorgebracht. Daarna ben ik naar de MULO gegaan, Sri Vishnu School. Dat is op Zorgenhoop. Van de derde klas ben ik gesprongen naar HAVO, ook in die omgeving. En dat was het. En toen was ik 17. Toen ben ik een jaartje gaan werken bij de belastingen. Als administratieve kracht. Maar toen vond ik ik kan niet zo blijven, ik moet doorstuderen. Ik wilde ook doorstuderen hoor, maar het waren omstandigheden. Dus toen zag ik die advertentie van de politie, toen heb ik gesolliciteerd, ben ik aangenomen. En toen heb ik de vierjarige politieofficiersopleiding gevolgd. En hoe oud was je toen? Ik ben gestart met mijn 18 jaar. In de politiedienst? In de politiedienst. Oké, hora politiedienst. Hoe groot was het gezin? Of is het gezin? Ja, 9 kinderen. 9? Ja. 6 dochters en 3 zonen. 1 is overleden. Mm-hmm. Dus we zijn er nu met 8. En mijn moeder had nog 2 pleegdochters. Dus een groot gezin. Mm-hmm. Heeft u nog vrienden van vroeger? Ja. Vrienden. Bekende? Oh ja. In de politiedienst heb ik een paar met wie ik naar school ben geweest. Welke? Faria, Sijpenhof, Woerding, Stedjai. Mm-hmm. Waren mensen met wie ik naar school ben geweest. Isri, de inspecteur nu. Dat zijn mensen met wie ik naar school ben geweest. Maar voor wat kan dan verliefd? Wanneer bent u voor het eerst verliefd geraakt? Hore. Na de break. Makes better. Dat het een zware wedstrijd zou worden, nou daar was van tevoren wel rekening mee gehouden. De speler die kijkt in elk geval relax en je vraagt je af wat is zijn geheim. Nou, is het pro-life? We zullen het zo weten. Dit is de beslissende penalty voor het team van ProLife. De doelman die lijkt ook zelfverzekerd. Dan is hier het moment. Gaat hij het redden? Hier is de schot. Er wordt voorheen. Recht op de doelman af. Dit is ongekend. Goal! Het is zo wederom geluk. Het team van ProLife die blijft de ongeslagen kampioen. Met ProLife haal je het beste uit jezelf. Tonight on stage, that's what we're gonna be rocking. You know? Yeah. Show love, you get love back. You know, and it is real talk, right? For real. Y'all know what it is. Live by the...
Maar pak wat drinken en go palm. Me ga heren tori, me ga klaar. Daru. Oh, wat gaat op? Ah, ben zo'n probleem. Papa keuren, wagi pijn en monterala tori. Geen papira, dat is koud hoor ik. Oh, verzekeringsbewijs, ja, dan heb je niet de man die zij moet doen. Even tappen met mijn motorfiets. Bromfiets, wat je alles aan de keur tappen. Rijd met 100% zekerheid. Laat de keuring voor je auto over aan een betrouwbare keurmeester. Autokeuringsgarage Evert. Snel en betrouwbaar keurt Evert alle motorrijtuigen. Auto's, pick-ups, maar ook motor- en bromfietsen. Evert, ook voor deskundige onderstelreparaties en complete servicebeurten. Hey, hey, sir, Evert. Evert snelle qua meter, dus afspraken maken is niet nodig. De openingstijden zijn van maandag tot op vrijdag, van 8 uur morgens tot 4:30 middags. Evert, Koreastraat, nummer 11 tot en met 13, telefoon 43 58 28 of 89 88 606. Autokeuring garage, Evert. Evert, ano wandering, bapabol, hinya, true keuring. Ik. Ook ik. Ik draag. Ik draag altijd mijn PPE. Personal Protective Equipment. Personal Protective Equipment. We make your personal safety our concern. Mevrouw Matura, we gaan eerst proosten. Ja. Heerlijke sap, mooi sap. Ja. Gezond. Mooie uitzending, ja. Maar we gaan nog niet door. Nee. We komen dadelijk naar zijn verliefdheid. Haar eerste verliefd. Maar we gaan even naar Gino. Ik heb een vriend van me. Zit in Nederland. Hij doet de groeten uit Tata. Oh, dat is leuk. Ja, families groeten. Families hier in Suriname. Dus u mag Gino even groeten in de camera daar. Dag Gino. Ja. Ja, leuk. Ja, Gino, dit is mevrouw Matura Krishna. Mooie naam. Het is wel een lange naam, maar Washat en Krishna ja. Matura. Ja, mooi. Mooie naam, man. Mooie naam. Is niet zo moeilijk. Is niet zo moeilijk. Wat heb je vandaag voor ons? Ga rustig kijken, want je ziet dat merigeert op Waku toch. Je gaat straks nog meer zien. Wacht die. Dimbo, dimbo, di. Kijk, eerst wil ik zeggen van dit is een geweldig shirt, boy. Imlukama.
Superman, Suriname en super. Ja. Hoe goed dat we? DJ Willy, wat vind je van Kwaku Festival? Ik vind het ontzettend gezellig, ja, zeker weten. Top, de best. Leuk, gezellig, mooi weer, heerlijk. Met dit weer prachtig, met de hele Surinaamse sfeer hier op Kwaku, geweldig. Ja. Wat lust je vandaag op Kwaku? Patrick, sowieso, Sparrips en ook Bara. Ik denk Patrick. Patrick? Ja. Iedereen gaat naar Patrick. Patrick is altijd lekker. Ja, precies. En hij is geïnstrueerd om nuchter te praten. No, no, no. Zomaar. Groetjes aan familie Slager, Van Vliet, Vos en zoveel andere families. Iedereen, shout-out. Doei. Ik wilde wel groeten doen aan familie Lotje, familie Kalpo. En ja, iedereen die ik lief heb daar. En hier, hallo. Hier, hallo. Sadeel. Mijn neef. Ja, mijn neef. Ja, jij denkt, wat gaat hier doen? Mijn neef. Kwaku is gezellig, jullie weten niet wat jullie missen. Ik wil de hele familie Willemszorg de groeten doen. Mijn neefje DJ Gilly in Suriname. Was je maar hier, konden we samen op het podium draaien. En de hele Surinaamse bevolking, alle mensen daar, ik hou van jullie. Mijn moeder, mijn vader, Kino Ravenberg, Diana Noordan, mijn broers, mijn zwageres, mijn neefjes en mijn vrienden. Ja, dat doe ik. Iedereen de groeten daar in Su. Vooral mijn broer dat in academisch. Roberto, Power, hou zo. Yo, mijn bar alle de magma's rana. Ik ben Rick Vleiter, ik groet iedereen daar in Suriname. Ik heb het heel leuk hier zo in Kwaku en ik groet iedereen daar in Suriname. Brasas en Bosis, allemaal familieleden, iedereen daar zo. Vader van de Cayente, meer bekend als Ingi op het Kwaku-veld. En heerlijk. En ook Ilonka Elmond komen we hier tegen. Het is geen Suriname. Ja, zij is het. Nu pas die tijd door. Ja, ik ben door. Ja. Mama, papa, broertje, hele familie Rossum gaan, familie Amir. Groetjes vanuit Nederland. Ja, familie Maharaj Din. Familie Garib. Familie Ramcharan. Familie Sukraj. Familie Biseswar. Ravi Kaka, of course. Familie Karansing natuurlijk. En familie Roeplaal. Ik begin bij mijn zusje, Elaine en Michaï. Groeten van tante Gap. Mijn oma, familie Linger, Alexis. Sam, Tisha, Sisi en familie Davids ook nog. Mensen, Odigi allemaal. Onkel, Mija, ik ben je onbeerde onkel. Ik wil mijn zusters, Glenda en Merida. En kinderen. Mijn neefje Winika, mijn neef Gilmo. En de rest van de familie. Wil ik allemaal van harte. Gedag zeggen. En ik hoop dat jullie een prettige tijd hebben in Suriname. Ik zou één zeggen, ni hao ma Suriname. De groet uit Nederland. Doei Suriname. We love you. Dit was de groet uit Tata. Weer bij het Kwaku Festival. Blijf ons volgen. Blijf ons checken. En ik zie jullie snel Suriname. Later. We waren gestopt bij Verliefd. Ja. Ja. Wanneer is het begonnen? Boy. Tiener. Hoe oud? 18. Nos. 15. Ja, 17. Nou, je kijkt toch naar die jongens, je vindt ze leuk. Je geniet, maar je kan niks zeggen toch, want je bent opgevoed met je mag niet. Mm-hmm. Dus, maar je kijkt, je vindt het leuk. Maar hoe was die opvoeding? Oh, die opvoeding was streng. Mm-hmm. Streng in die zin van... Het was hard werken, het was surviven, het was, ouders hadden een groot gezin, we moesten het hebben van de landbouw. Dus iedereen was verplicht te werken, want anders kom je er niet. En dan had ik ook nog dat mijn moeder na het overlijden van mijn zus een beetje ziek was, weet je, ze kon er niet overheen. Dus zij viel veel weg en dat betekende dat wij harder moesten werken. Als we van school kwamen, moesten we koken nog. We hadden koeien, tuinbouw, dus landbouw naar achteren. Dus dat was een hard werken. Het was hard werken, maar het had ook hele leuke momenten. Omdat we als broers en zusters ook een hele hechte eenheid ontwikkelden. Met mijn vader. Het was ook grappen maken. Mijn vader had mooie technieken. Maar als we achterop gingen, dan gaf hij een raadsel. Dan was je zo mentaal bezig dat ding op te lossen. Ai. Dat eigenlijk had je niet door dat je al het werk al had gedaan.
maar het was, en aan het einde gaf hij die oplossing. Dus het waren leuke tijden. En we deden ook nog met de buurtmensen samen leuke dingen, spelen, weet je, al die dingen van vroeger, knikkeren, pakkertje, al die dingen deden we. Maar in het tegen, je hebt even een vriendje? Een vriendje, nou, dat was het, niet echt een vriendje, maar ja, je was verliefd op iemand in de buurt, maar het was wat, niet is, wat is jouw type? Wat was je type? Nou, boy, wat was mijn type? Sixpack. Nou, nee, helemaal niet sixpack. Beetje donkere mensen, ja, beetje stoere mensen. Ja, ja. Gangsters? Nou, nog geen gangster, maar wel iemand die durf heeft. Weet je, een beetje bikkel, stoer. Maar hoe zou je jezelf kunnen beschrijven? Ha, ik toen een beetje rustig, teruggetrokken, maar wel van plezier houden. Maar rustig eigenlijk. Niet iemand die opviel in die periode. Maar mocht je verliefd raken op een Creoolse jongen? Van je ouders? Nee, mocht niet. Helemaal mocht niet. Nee, maar ze hebben je echt gezegd van geen Kafri? Nee, dus we hadden een Creoolse man die naast ons en die was bijna elke dag thuis bij ons. Hoor. Maar het was ja, niet dat ze uitdrukkelijk zeiden, maar je wist gewoon dat, dat ze wilden dat je met iemand kwam die ook Hindoestaan was, die dezelfde religie had. Weet je, dat is. En eigenlijk begrijp ik het ook, omdat dat ook de droom is van elke ouder. Maar is dat jouw droom nu? Nee, mijn droom is juist dat ik zeg aan mijn kinderen van het maakt niet uit, zolang ze gelukkig zijn, maakt het mij niet uit. En ja, eigenlijk zijn mijn kinderen, hebben mijn kinderen vrienden. Bijna de meeste zijn niet in de staat. Oh. Helemaal. maar die zijn bijna elke dag thuis bij me. Serieus? Serieus. Alle vrienden bijna van mijn kinderen. Maar je bent niet uitgehuwelijk? Nee. Niet, nee? Zelf gekozen? Zelf gekozen, ja. Oh. Misvatting. Wat is de grootste misvatting die men van u heeft? Boy. Ik zou het niet weten, boy. Niet ik zou het niet weten. Misschien een vrouw, dat heb ik in de politiedienst gehoord. Hoor. De grootste misvatting die men heeft is van, hey, ze is een strenge vrouw. Weet je, een beetje afstandelijk. Maar als men me eenmaal leert kennen, dan ziet men de andere kant van mij. Van, of leert men me echt kennen, dan ziet men dat ik gewoon normaal ben. Iemand toegankelijk voor een ieder. En gewoon simpel, bescheiden, simpel. Simpel. Gewoon net als iedereen. Ja, maar we gaan even een Facebook vraag. Want ik wil een Facebook vraag even. Is dat waar van die relatie met Santoki? Oh nee, helemaal niet. Santoki is mijn broer en dat is hij niet nu. Dat is, ik beschouw hem als mijn broer. Niet nu. Vanaf... Want Santoki is een beetje stoer. Nou, mijn man was ook heel stoer. Mijn man was ook maar heel eenmaal gesproken over uw man. Hij is er niet meer? Nee, hij is in 2008 overleden. Hij was militair, dat weten jullie. Hussein Ali, hij was bij het leger, overste bij het leger en hij is overleden in 2008. Hoe was die relatie met uw man? Oh, ik was de gelukkigste vrouw volgens mij van de wereld. Ja. Maar pomiti, suma chant suma. Toen ik in 81 in de politiedienst ging, moesten we een militaire opleiding van 2 maanden volgen op Sandré. En toen had ik hem even gezien, hij was pas uit Nederland terug als luitenant, dus ik zag hem even, maar nou ja, hij heeft helemaal geen aandacht besteed. Hij ook, kennelijk heeft wel ook even gekeken, maar later, terwijl ik in de opleiding was, heb ik hem in de rechtszaal ontmoet. En toen kwam hij echt praten en zo, en toen is hij de hele tijd, dan weer geen contact, dan wel even contact. Maar toen we eenmaal vrienden werden, toen waren we... Toen waren we bij elkaar. Wanneer is de eerste kus gevallen? Wanneer? Boy, ik kan me niet eens meer herinneren volgens mij. Maar is er nog ruimte voor een schatje, een man in uw leven? Ja, ik weet niet wat ik erop moet zeggen. Het is niet een topprioriteit in mijn leven. Omdat ik zoveel andere dingen te doen heb, leuke dingen. Ik zeg wel, ik ga niet bewust op zoek. Maar als er iemand is voor wie ik komt. Zeg, die het komt op mijn pad en ik ben er helemaal ondersteboven van,
Ja, dat gebeurt het. Maar is er al één gekomen op je pad? Nee, niet echt. Serieus, ik geloof het niet. Krishna, ik geloof het niet. Zo'n mooie vrouw! Nee, er zijn natuurlijk mannen die... maar niet dat ik... Je veegt ze gewoon weg? Nou ja, het is niet echt een prioriteit. Oh, je had ik heb wel hele goede vrienden hoor. Met wie af en toe ga uit eten, een beetje sporten en dat soort dingen, maar... Oké, u had de leidinggevende functie, positie in het korps, ja. Toch? Hadden die mannen problemen daarmee, als hun die staanse vrouw? Nee, ik heb niet echt. In het begin misschien wel, ja. Moest je jezelf bewijzen eigenlijk. Men keek echt van, wat komt die vrouw je vertellen? Maar ik denk dat het belangrijk is, de communicatie. Hoe ga je ermee om? Toen ik, en het was, dat is elke keer, hè? Het moment dat je pas in een functie bent en je gaat leiding geven. En de meeste mensen waren mannen, dus de meeste waren mannen en ouder, veel ouder dan jou. Mm-hmm. En dan kijken ze inderdaad van, wat gaat ze me komen vertellen? Maar als je eenmaal begint te werken en vertrouwen, werkt aan het vertrouwen met de mensen en goed communiceert, dan hebben ze heel veel respect voor je. En toen ik ook dus in de verschillende functies bij de politie kwam, justitiële dienst. Toen hebben ze me ook letterlijk bij de kennismaking. Wat gaat u ons komen vertellen? Meneer Santoki heeft hier leiding gegeven. Meneer Santoki, dit, dat, weet je. En wat gaat u ons komen vertellen? Echt zo aan het publiek, hè, weet je. Ik heb niet gereageerd. Maar later, diezelfde mensen, het was één familie, het was heel leuk met ze werken. En ik heb nog steeds contact, weet je. Het is heel veel respect. Het is hoe je, denk ik, met mensen omgaat. Het is, je moet de mensen in hun waardigheid niet krenken, dus niet kwetsen, laten. Mag wel ook kordaat aangeven wat je van ze verwacht. En als je dat doet, denk ik dat mensen altijd respect hebben voor je. Maar waarom heb je eigenlijk gekozen voor de politiedienst? Het is gewoon toeval. Het is niet een bewuste keus geweest. Het was meer vanuit een, ik wil verder. Ik wil niet in een administratieve functie. Het was op dat moment wat available was, omdat ik niet naar de universiteit kwam. Er was geen geld thuis, dus ik kon geen studie betalen. Dus ik zocht naar iets waar ik kon werken, geld binnenbrengen en tegelijkertijd studeren. Dus dat kwam op mijn pad. Maar ik moet zeggen, ik heb er geen dag spijt van gehad. Maar heb je een pistool moeten gebruiken? Nee, niet echt. Maar we hebben wel invallen gedaan in de nachtelijke uren, weet je, verdachten aangehouden. You going the... See, you gangster! Serieus? Ja, ja. Maar heeft u moeten vechten, dabwamang? Oh, nee. Het was... Kijk, aanhoudingen zijn meestal met het team, hè, als het gaat om zware criminelen. Dat was eigenlijk heel in het begin, maar ik kwam in een leidinggevende functie direct. Oh ja, ja. Dus in het begin, dan ging je wel met je team. Later, toen ik in een leidinggevende functie ging, hield ik ervan om af en toe met ze wel mee te gaan, weet je. Maar niet dat jij dan in de positie bent om die aanhoudingen en dat soort dingen te doen. Mm-hmm. Ja. Maar wat is het ergste dat je hebt meegemaakt? Papa Tam. Had ik dat onderzoek van Papa Tam. Dat was het. Dat was heel erg, wat ik heb meegemaakt, was echt heel erg en ik hoop dat het nooit meer voorkomt. Wat is gebeurd? Papa Tam was Albina, toch? Ja, ja, ja. Waar die, oh, ja. Die clash tussen de gemeenschap, de lokale gemeenschap en die buitenlanders daar, de Chinezen, de Brazilianen, waar men echt met bijlen en massaverkrachtingen en dat soort dingen, mishandelingen, dus dat was en de brand daar. En u was ook daar? Nee, ik was niet daar, maar ik was hoofdjustitiële dienst, dus mijn team is daar geweest, uiteindelijk om de orde te handhaven. Dus je bent de hele avond wakker, je zit echt op met spanning. Maar ook de vliegtuigongevallen, die van Blue Wings, waar ik heb 3 gehad in mijn periode. En dat waren ook heel ernstige zaken. Maar ook, ik vond de moord van Nieuwe Grond op die vrouw, waar de mensen, de rovers, die mevrouw hebben doodgeschoten in het bijzijn van die dochter, een zoon en een vader. Ja. En die dochter misbruikt, verkracht in het bijzijn van die vader en die broer. Dat vond ik een hele ernstige case die toch wel heel diepe indruk op me heeft gemaakt.
Dat zijn een aantal van die cases. Oké. Okay. Ja. Maar wat is dat ding tussen jou en minister Belfort? Hij is nu ex-minister. Horen, na de break. Makes better. Dat het een zware wedstrijd zou worden, nou daar was van tevoren wel rekening mee gehouden. De speler die kijkt in elk geval relax en je vraagt je af wat is zijn geheim. Nou, is het pro-life? We zullen het zo weten. Dit is de beslissende penalty voor het team van ProLife. De doelman die lijkt ook zelfverzekerd. Dan is hier het moment. Gaat hij het redden? Hier is de schot. Hij wordt van één recht op de doelman af. Dit is ongekend. Goal! Het is zo wederom geluk. Het team van ProLife die blijft de ongeslagen kampioen. Met ProLife haal je het beste uit jezelf. Tonight on stage, that's what we gonna be rocking, you feel me? Show love, you get love back. You know what it is, real talk, rest in peace, for real. Ofa, conquer man, y'all know what it is, live by the... Ma pa go dringen go palem, me ga here tori, me ga klari ka ba... Daru! Awa ka papa. Ah ben so problem. Papa keure wagi pa en montera la tori. Geen papira, dat is koud hoor ik ba. Oh, verzekeringsbewijs, ja, dan nee, pas aan die man die zij moet doen. Even tappen met mijn motorfiets. Bromfiets, wat je alles aan je keur tappen. Rijd met 100% zekerheid. Laat de keuring voor je auto over aan een betrouwbare keurmeester. Autokeuringsgarage Evert. Snel en betrouwbaar keurt Evert alle motorrijtuigen. Auto's, pick-ups, maar ook motor- en bromfietsen. Evert, ook voor deskundige onderstelreparaties en complete servicebeurten. Hey, hey, Evert. Evert snelle qua meter, dus afspraken maken is niet nodig. De openingstijden zijn van maandag tot vrijdag, van 8 uur 's morgens tot 3:30 's middags. Evert, Koreastraat, nummer 11 tot en met 13, telefoon 43 58 28 of 89 88 606. Autokeuring garage, Evert. Evert, ano wandering, bapa bol, hinga, trutrukeuring. Ik. Ook ik. Ik draag. Ik draag altijd mijn PPE. Personal Protective Equipment.
Personal Protective Equipment. We make your personal safety our concern. Ja, en we zijn terug. Ik ruik het gewoon. Ik hoef hem eigenlijk niet te vragen. Je smeert het toch? Ja, ja, helemaal, helemaal. Ja, ik ruik het gewoon. Brownie, heb ik het goed? Je hebt het helemaal goed. Weet je, ja. Vooral hoe de wind zo komt. Dan. Mooi, ja. Dus met takkie met smeren staan, mooi. Ja, goed zo, goed zo. Je kent je les. Je vrouw schrijft niet met krijt. We waren gestopt bij, ja, Belly. Belfort, ja. Ja, Sana San tussen Janga Belfort. Want hij heeft je weer laatst nog beschuldigd. Even nog, hè? Ja, nee. Ja, ja. Wat is dat? Wat is gebeurd? Ik weet het niet, boy. Echt, sla me dood. Maar had je problemen met hem? Helemaal niet. Ik heb in zijn hele periode als minister, was met twee gesprekken met hem gehad. Mm-hmm. Eén gesprek was kennismaking. Mm-hmm. In de periode dat hij de minister was, hoor. En ik heb daarvoor nooit met hem samengewerkt. En één was op eigen verzoek dat ik had. En het tweede gesprek was een gesprek van ongeveer een uur. Mm-hmm. En in dat gesprek heeft hij 50 minuten geklaagd over Santokki. En 5 minuten geluisterd naar mij. En meer dan dat heb ik niet met hem gehad. Dus... Maar je was al VAP'er? Nee, ik was nog bij de politie. Nee, maar je politieke partij, was je al... Lid van VAP? Nee, helemaal niet. Ik ben lid geworden nadat ik uit de politiedienst ben gegaan. Want misschien kan die allemaal berekenen dat van Jens Santokki zijn zo, dus Santokki op het Jens allemaal. Ja, maar kijk, in dit land word je in hokken geplaatst op basis van je kleur, je verschijning, je haar. Mm-hmm. Weet je wie je bent, je etnische afkomst. En dat heb ik ook dus in de politiedienst een aantal keren moeten ervaren van... mensen labelen je van, omdat je Hindoestaan bent, hoe zijn je bij de politie? We hadden soms lachten we. En eigenlijk spraken we zo ook in de korpsleiding van, een Javaanse collega zit er, jouw voorzitter is PL, weet je? Mijn voorzitter is dingen. En toen hadden we zoiets van, Agnes is, weet je, wij spraken, we maakten grappen, maar niet dat het zo was. Hoor. En af en toe als we niks vonden voor hun vrienden, zeiden we, jij moet dan wel spas zijn, weet je? Maar zo, dus je wordt gelabeld, maar ik denk misschien dat hij me ook zo heeft gelabeld, ik weet het niet. Maar niet dat ik ooit een rechtstreeks iets heb met hem gehad. En ook wat mijn werk betreft, ook in de partij niet. Ja. Dus ik heb nooit iets, ik kan me niet herinneren. Mevrouw Matura, hoe bent u in de politiek gerold? Want je was politieagent, je hebt ontslag genomen. Speciaal om in de politiek te gaan? Ja. Eigenlijk, het is een spontane actie geweest hoor. Ik was al zo lang bij de politie en op een gegeven moment merkte ik dat ik bij de politie mijn top had bereikt eigenlijk. En dat er geen groei meer voor mij was. En ik voelde ook niet dat ik echt groeide. En ook al zou ik niet in de politiek zijn gestapt, zou ik echt ook eruit zijn gestapt hoor. Mm-hmm. Politie was echt ook, ik heb mijn werk met passie gedaan. Ik hield van het werk. Maar op een gegeven moment merkte ik van, hé, dat is geen groei. En toen kwam die vraag van, wil je niet de politiek? En ja, ik heb toen gekozen voor de politiek. En ik heb bewust gekozen omdat ik denk van... En het, was ook, het had te maken met de problemen die ik zag in mijn politieorganisatie. Vanuit mijn politieberoep hoor, in die samenleving. Maar ook in het managen van je organisatie. En ja, ik dacht zoiets van...
deze dingen kan je alleen oplossen als je eigenlijk in de politiek je bijdrage levert. Want als iedereen een beetje daarin een goede bijdrage levert, dan gaan we een beter land hebben. En dat was dus dan de keus voor politiek. Facebook-vraag, waarom speciaal de VAP? Omdat ik gekeken heb naar de bestaande politieke partijen. Mm-hmm. En ik heb naar drie dingen gekeken die voor mij heel cruciaal zijn. Eén is de democratie in de partij. Dat is voor mij belangrijk. Je moet nee kunnen zeggen, je moet kritiek kunnen leveren en men moet ook een beetje naar je luisteren. Twee is, ik heb gekeken naar leiderschap. Het moet dynamisch leiderschap zijn, dienstbaar leiderschap zijn, integer leiderschap zijn. En ik heb gekeken naar welke partij heeft ook de capaciteit om echt daadwerkelijk bestuursverantwoordelijkheid te kunnen nemen. En op die drie aspecten heb ik daar mijn keuze gemaakt. En daarom is mijn keuze gevallen op VHP. En natuurlijk is een bijkomstigheid dat ik meneer Santokki ook al jaren kende. Heeft hij jou benaderd? Hij heeft inderdaad ook benaderd. Maar niet alleen hij hoor, er zijn meerdere mensen in de partij die mij benaderd hebben. Even nog een vraag over de politiedienst. Mm. Nooit hebben ze je een chukoe willen geven? Oh ja, ja, ja. Vaak, ja? Ja, ja, bij de justitie. Maar in het tikkie? Nooit, nee. Nooit? Dat is iets wat ik, ik ben grote bedragen? Nee, niet grote bedragen, maar ze hebben geprobeerd, weet je. En het zijn principes die je heel hoog in je banier moet houden. Want kijk, als je leidinggevende bent, moet je voorbeeld zijn voor al je medewerkers. Mm-hmm. En het komt niet eens in me op. Mm-hmm. Ik heb zelfs pakketten, kerstpakketten weggestuurd. Oh. Ja, zeker twee. Kerstpakket heb ik gestuurd. Ik kwam pas bij de justitiële dienst en ik ken die mensen niet. Dan krijg je zo'n groot pakket. En dan. Maar als je dat bij kies. Ja, toch? Maar als je zo'n daad stelt, dan weet de samenleving dat ook. Hè? Dan praten ze ook onderling van hé, daar hoef je niet te gaan. If you take one lazy, moet je het blijven. Ja. Ja, want dan gaan ze onderling praten en dan weten ze van hé, enough good up, maar ja. Dus dat soort dingen moet je rekening houden. Maar heb je ooit zo moeten kijken? In de politiedienst? Ja. Hoe bedoel je zo moeten kijken? Door de vingers. Kijk, de politie heeft ook een beslissingsvrijheid. Niet dat je bewust doet, maar je gaat belangen afwegen. Mm-hmm. En bij de belangenafweging kijk je naar waar het groter belang is. Dus bijvoorbeeld bij inverzekeringscellen kijk je van, is het belang, algemeen belang gediend bij inverzekeringscellen? Of is het belang gediend bij niet in verzekeringscellen? En dan maak je een keus. Mm-hmm. En je gaat overleg plegen met het OM en dan maak je wel een keus. En soms moet je kijken van inderdaad. Maar dat is de vrijheid die elke politieman heeft hoor. Mm-hmm. Als een auto verkeerd geparkeerd is, heb je de keuze om te zeggen van je gaat strikt conform de wet optreden. Mm-hmm. Of je gaat kijken naar de zingeving van je optreden. Mm-hmm. Is het zinvol om op te treden? En op basis daarvan maak je een keuze. Dus als je zegt dat is door de vinger kijken, dan zeg ik ja. Dan hebben we inderdaad gekeken naar het groter belang. En dan hebben we gezegd van, maar dat doet elke politieman. Elke dag is een beslissingsmoment. En die keuzes maken we ook elke dag. Maar heb je ook zo gekeken, door de vingers gekeken voor je zoon? Oh, die moord, aanrijding. Maar dan moet je me even herinneren welke aanrijding waar. Nee, want dat zei dus Facebook, dat was een Facebook-vraag. Er was, ja, want ik kan me nog heugen, Limbo was ook bezig met dat ding, Bacanatori, iets van uw zoon. Klopt dat? Mijn zoon is helemaal niet betrokken bij een aanrijding met een dodelijk afloop. Is niet waar? Is helemaal niet waar. Mijn zoon is ingenieur, werkt als engineer in de mijnindustrie. En de mensen die mijn zoon kennen weten dat hij een prima guy Hoeveel is. Hoeveel kinderen heeft u? Ik heb drie kinderen. Wat ik heb drie? Een zoon van 28, aha, een dochter van 26 en een van 21. Dochter, dus twee dochters? En een zoon, En een zoon. Ja. Serieus? Ik vond het wel erg. Kijk, voor mij, ze mogen mij, ik ben in de politiek gestapt, dus ik ben publiek figuur, vond ik niet erg. Mm-hmm. Maar ik vind dat ver gaan, dat je kinderen zelf, beklad worden. Dat ze moord hebben gepleegd en dat ik dan zou hebben geholpen om, weet je? Nee, absoluut niet. Absoluut. Ik denk dat men heel erg vergist. Mm-hmm. Het was zelfs zo, maar ik moet er achteraf om lachen dat men op Moederdag Facebook
messages stuurde van, hey, denk aan die moeder. Mijn zoon door jou zo vermoord. Hoe slaap je met zoiets? Helemaal. Heel lekker. Het stoort me helemaal niet. Je bent echt cool, boy. Eerst maar waarom heb je niet gestemd op Bouterse? Zij deed een stem. Zij, waarom was je niet in die zaal? Nee, kijk, waarom ik niet in de zaal was. Het is een partijstandpunt. We hebben afgesproken. Onze partij heeft gezegd van, we gaan medewerking verlenen, omdat wij de verkiezingen gewoon verloren hebben. En dat moet je ook erkennen. En wat je ook gaat doen, je gaat geen 26 zetels hebben. En het belang van die Surinaamse samenleving zit erin dat die regering snel geformeerd wordt en de problemen die het land tegemoet gaat, dat die opgelost worden. En waar je bijdrage aan kan leveren, dat moet je doen. Dat is een nationale opstelling. Maar tegelijkertijd, zeker bij de verkiezing, kijk, bij de installatie zal dat niet spelen, maar bij de verkiezingen meer, moet je wel erkennen dat hij niet nationaal gedragen wordt, omdat bijna 100.000 mensen niet op hem hebben gestemd. Dus als je massaal die ondersteuning geeft, dat betekent dat het heel volk achter hem staat. En dat is niet zo. Dus wij hebben toen gekozen dat een deel van de DNA-leden dan niet in de zaal aanwezig zouden zijn, omdat dat een uiting zou zijn van de gevoelens van onze achterban die op ons hebben gestemd. En het is niet gekozen voor mij of Charman of Kalu of weet je, een van die, of Jogi. Nee, het is een keuze geweest van, ik kon ook in de zaal zijn geweest en Aziz misschien buiten. Het kon anyone zijn geweest. Maar het is duidelijk een signaal die we hebben willen geven van naar die samenleving, naar zeker onze achterban. Van, kijk, meneer Bouterse heeft goede dingen gedaan, ook minder goede dingen gedaan. En we laten zien dat we hem wel ondersteunen, maar we besluiten onze ogen niet voor de minder goede dingen die zijn gebeurd en die zelfs nog steeds vragen om een oplossing. Maar dan stonden jullie aan de amandelboom? Nee, helemaal niet. Oh. We waren in de fractiekamer en na de verkiezing ben ik gewoon ook in de zaal gekomen. Oh, heb je Bouterse een hand gegeven? Ja. Ik gaf hem die morgen nog een hand voor zijn verkiezing. En ik heb hem zelf daarna nog gefeliciteerd, omdat ik respect heb. Ik heb respect voor de mens Bouterse, ik heb respect voor de president Bouterse. Dus ja, ik denk dat elke Surinamer dat moet hebben. En heb je ook respect voor meneer Doekie, want hij is je collega? Ja, hij is mijn collega. Ik heb respect voor meneer Doekie. Met al die dingen die hij over heeft gezegd, zijn ze waar? Oh nee, dat laat ik voor hem. Dat zal de rechter uitmaken. Nee, ik denk het niet. Maar ik laat het aan de rechter. Ik wacht ook op de uitkomst van die zaken. Weet je waarom ik vraag of het waar is? U bent degene die het kan ontkennen of bekennen. Ja. Maar ze zeggen meestal, waar er rook is, is er vuur. Ja, kijk, dat zeggen mensen. Maar ik kon simpel ook ontkennen. Hè? Al die dingen die hij genoemd heeft, kon ik gewoon in de media gaan en zo ontkennen. Maar er zouden altijd mensen zijn die zouden zeggen van, afrouw Ellie, weet je, het is niet waar, afrouw Ellie. En daarom heb ik het ook gelaten aan de instanties die daar moeten toetsen en direct moeten zeggen van, het is waar of niet waar. En ik heb ook eigenlijk een trend willen zetten van, niet elke keer, want ik ben in de politiek gestapt. Dit is pas het begin. Ja, ik ga de komende tijd, morgen ook kom. En als iedereen dingen begint te roepen, moet je elke keer zelf gaan verdedigen. En zeggen, nee, ik wil niet daarin. Je plakt het gewoon aan je laars. Ik zeg, net als de wind waait het over me heen, langs me heen. Is hun probleem, is niet mijn probleem. Maar waarom is ik klaar? Het waait echt langs me. Maar Krishna, en mijn loekoe doe ik gewoon zo. Want ik kan die allemaal lobbyeren, hè? Soms wat ze zeggen. Ja, hoe zeggen ze dat ding? Women lief heeft, kasteitmen. Kan die naar lobby? Ik hoor hem ziek bij hem. Dus ik wens hem echt ook beterschap en dat hij het beste met hem gaat, weet je? Ja. Dus, ja, maar zijn er dingen dat je mist? Nee. Ik stel die vraag niet goed. Bij een actie, heb je spijt van bepaalde dingen die je in je leven hebt gedaan? Spijt? Ja. Nee, boy. Nee. Oh, je hebt alles goed gedaan. Nee, natuurlijk. Ik ben een mens. Aha. Nee, helemaal niet. Er zijn natuurlijk dingen die ik beter kon doen. Weet je, ik zal ook mensen pijn hebben gedaan in de communicatie. Maar ik ben iemand die zegt van, wat gebeurd is verleden tijd. We zijn nu, kijk, we zijn mensen, we maken fouten, elke dag maken we fouten, maar het is een leermoment. Je moet niet blijven steken in je fouten, je moet leren en doorgaan. En je moet happy blijven, laat die smile komen, je moet doorgaan. En ik wil niet hebben, en misschien is het een boodschap aan alle luisteraars en kijkers, van kijk, we zijn mensen, we maken elke dag fouten. Maar als je met die guilt zit,
spijt zit en die shame en die blame gaat blijven zitten, dat gaat je niet helpen. Mm-hmm. Laat het achter je. Hou van jezelf. Je bent mens, je bent niet God. Ja. Iedereen maakt fouten. Mm-hmm. Vergelijk je met mensen die nog ergere fouten hebben gemaakt. Mm-hmm. En power jezelf, weet je. Ga met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet. En zorg ervoor dat je dat nooit meer doet. En dat is wat mij betreft empowerment. Ja. Jezelf versterken elke dag. En uit die versterking proberen ook goede dingen voor die samenleving te doen. Sterke boodschap. Mm-hmm. Maar wat kan jou... Nee, hoe nog buiten? Wat kan jou uit je sloffen laten schieten? Onrecht. Onrecht, no? Onrecht, ja. Onrecht. Maar ik heb ook geleerd nu hoor, in het vroege had ik een heel ferme standpunt daartegen, weet je, onrecht. Maar als je het om je heen kijkt, dan zeg je van, ja, dat is er, dat hoort er ook bij, denk ik. Als je nooit onrecht hebt ervaren, dan weet je niet wat rechtvaardigheid is. Dus ik denk dat alle tegenovergestelde dingen die er zijn in het leven jezelf versterken. Als je nooit verdriet hebt gekend, dan ga je geluk ook nooit waarderen. Ga je happiness ook nooit waarderen. Dus ik heb ook, kijk ik nu met een andere bril, van kijk, er is zoveel onrecht. Jij moet proberen toch wel rechtvaardig te zijn. En je kan mensen niet veranderen in het leven. Het enige wat je kan doen is proberen hun aware te maken, hun kennis te geven. Oké, okay, maar dan heb ik een laatste vraag dat we tapoe. Want Veruska staat voor ons mee klaar. Ja, ze staat daar klaar met die tas van Galaxy. Laatste vraag. Ik versprak over onrecht. Heb jij al iemand onschuldig laten opsluiten? Nee. Nooit, ne? Nee. Altijd guilty. Ja, ja, ja. Kijk, maar nee, kijk, opsluiten, het gaat me ver voeren. Kijk, opsluiten is een maatregel. Mm-hmm. Het is de rechter bepaalt wanneer iemand schuldig is. Opsluiten door de politie is een voorlopige maatregel. Mm-hmm. En het zijn bepaalde voorwaarden waaraan mensen moeten voldoen voordat ze opgesloten kunnen worden. Ik geef toe, in de praktijk bij de politie gebeurt het te veel dat we mensen opsluiten en te snel. Mm-hmm. Omdat vrijheid eigenlijk het grootste, het hoogste goed is dat iemand heeft. En als je die dwangmaatregel toepast, dan moet je heel goed afwegen. Van, weet je, is het zorgvuldig? Ik geef toe dat we bij de politie te snel grijpen naar die maatregel van opsluiten. We moeten zorgvuldiger. Maar daarom is er nu in de wet dat binnen 4 dagen dat getoetst gaat worden door de rechtercommissaris. Okay. En de officier van justitie. En als die maatregel van de politie niet zorgvuldig afgewogen is, dan gaat de RC die persoon in vrijheid stellen. Okay. Dus het kan zijn dat in mijn periode, onder mijn leiding of door mij, misschien ik de zorgvuldige afweging niet heeft plaatsgevonden. Kan zijn gebeurd. Want je werkt met de informatie die op dat moment available is, weet je, beschikbaar is. Kan, zo kunnen. Ja, en dat kan wel roos, no? Nee, als het opsluiten is het blauw en wit. Oh. Maar als de persoon naar huis mag gaan, dan is het roos. Oké, okay, dus nu de, dan wordt het wel roos. Ai boy. Sonja. Boy. Sonja, opokom. Ja, ze staat. Ik ben flink. We beginnen met Telesuur en dat is onze hoofdsponsor. Boy. U krijgt 50 SRD beltegoed. Wie kan bellen? Wie kan bellen? Ja, ik kan bellen, want ik kies roos. Ai, wie kies roos? U krijgt van Dit is om Galaxy. Naar strand te gaan. Ja, strand, mooi, juist. Havaianas. En ook naar roos. Ja, roos ja. En blauw. Zie, roos toe. Roos en blauw. Dus, je weet dat? Galaxy zelf weet het. Precies. En Galaxy, dit zijn die mooie banken. Dank je. Ja, mooi. Nee, hiermee ga je niet naar huis. Hoor. Nee. Dus, gaat u weer naar binnen, Baja. Boy. Kijk, dit is verschrikkelijk mooi, boy. Ja, dit hier, mijn godje. Mooi, heel deze. Ja, is van Galaxy. Ja. Joey heeft altijd van die aparte dingen. Ja. Maar ook kunstig hoe ze dat gecombineerd heeft, toch? Ja. En u krijgt van Trans American deze heerlijke wijn. Oké. Okay. Don Bos. Don Bos. En ook nog van een... Van... dat is een... Golden Wings. Nee, Jezus, Golden Wings. Lucky Twins. Connie kijkt naar me en dat helpt ze me niet. Nee. Van Lucky Twins krijgt u een waardebon. Uh-huh. En dan mag je met 2 mensen gaan eten. Juist. Wie is het? Wie wordt het? Mijn dochter, boy. Oh, je dochter. Tja, nu een poer. Als hij eruit komt van mij. Bon! Mijn dochter, boy. Brown, hey, jij staat. Het is al klaar. Mijn god.
Jezus! Zo. Kijk hoe heerlijk. Oh, dit is... En kijk naar de presentatie, hè. Fantastisch. Ja, kijk fantastisch. Naar de presentatie. Heerlijk, wauw. Wow. Dus wie ziet naar Angri, je krijgt direct honger. Helemaal. Deze jongens en een apart. Mooi bord. Zo. Ja, ja, mooi bord. Aha. Mevrouw Matura, ik ga het even afsluiten. Ja, u mag mooi. Alvast beginnen te eten. Ja. Straks dan gaan we het afsluiten in die middelste camera. En dat is die tatararantan. Gaan we daar doen. Mm-hmm. Daar, die middelste daar. Okay. Maar ik ga even afsluiten. U mag alvast eten. Dat was het voor deze keer. Jullie hebben het gehoord. Van mevrouw Krishna. De naam is langer. Maar we chatten Krishna. Krishna hoe meer? Krishna Matura. Nee. Die lange naam. Husainali Matura. Krishna Husainali Matura. Ze heeft het zelf gezegd. Ze heeft niets... Dat vind ik wel jammer hoor. Echt. Ik vind het jammer dat jullie dat doen met die mevrouw. Het is niet haar zoon. Dus met Begunu Tapangasani. Ja, hè? Laat die vrouw rustig. Ze slaapt al rustig. En is Panangasawetaki. Maar meer span wel. Ze is nu in het parlement. Ze gaat opkomen voor jullie belangen. Vooral voor degene die op de rief gestemd. Dus stand by. Er komen nog meer dingen. Want Otaki. We gaan het lekker afsluiten in die middelste camera. 3, 2, 1. Tatararan. Tatataran. Tan. Tan. Tan tan. Tan tan. Je moet het helemaal zeggen. Tatararan. Tan. Tan tan. Tatararan. Tan. Tan tan. Ten en ten ten en ten. Ten en ten ten ten. Gevoel. Dank je. Dank je. Brownie. Dit is fantastisch, jong. Dank je wel. Fantastisch. Ben je afgestemd met Koyeba? Wat is gebeurd met jou en Baas Kru? Heb je haar tegen homo's, tegenover homo's? Als je het goed had bij Okasi, waarom ben je dan een andere groep gaan oprichten? Sanka Mik, Otjeman. Otjeman, waarom hebben jullie pas gedistanceerd, toch? Nadat jullie uit Nederland zijn gekomen. Ben je monogam? Wat is dat? Better.